met de auto naar Gambia. Nou, Yuri en Jordi gaan die uitdaging aan. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Nou jongens, daar is hij. Ja, daar is hij. Ja. De Subaru. De Subaru Forester. Wij rijden met een Subaru Forester uit 1997, gaan wij naar Gambia rijden. Dat is een reis van 7500 kilometer, 22 dagen. Waar komt jullie interesse voor auto's vandaan? Ja, van kinds af aan al. Vond ik auto's altijd geweldig. En ja, ik wou er van alles mee doen. En ik wou de techniek weten hoe dat in elkaar zat en hoe de motor werkt. En ja, hoe alles gewoon in elkaar zit. Dus dan ben ik voor die opleiding gegaan. En toen op een gegeven moment kwam dit op ons pad, dat we dit als keuzedeel konden kiezen. En dit, wat is dit? Dit is een buitenlandse stage vanuit Go for Africa, gesteund door het Koning Willem I College. Go for Africa, kun je nou even uitleggen? Ja, het lesgeven op scholen, het helpen in ziekenhuizen. Oké, en daar wordt dan een rally georganiseerd of zo? Of moet ik dat zien met meerdere auto's of rijden jullie alleen? Ja, we rijden met 26 auto's in totaal. 26? Ja, 26 auto's. En dan zitten ongeveer, ja, bij de ene auto zitten er drie en dan bij de andere twee. Maar wij rijden met z'n tweeën. En dan rijden we eigenlijk met kolonnes van vijf rijden we daar naartoe. En dan hebben we de auto voorgeplakt met sponsoren van ons. Die ons geld hebben gedoneerd of wat eten of dergelijke gereedschappen. En daarmee rijden wij naar Gambia. En die auto die blijft uiteindelijk daar. Dan gaan we met het vliegtuig mee terug. En die auto die doneren wij eigenlijk daar naartoe. Net zoals de andere 26 auto's. Oké. Allemaal daar. En wie krijgt die auto? Wat gaat daarmee gebeuren? Politie, ambulances, brandweer. Of aan de scholen zelf. Ligt er ook aan de staat van de auto. Want het is natuurlijk een zware reis voor zo'n auto. Onder zware omstandigheden. Dus eenmaal daar aangekomen worden alle auto's nog een keer nagekeken. En slapen jullie ook in de auto? Of? Ja, slapen in een tentje. We hebben wel over nagedacht om in de auto te slapen, maar ja, we dachten, ja, ik wil wel gewoon goed slapen, een goede nachtrust hebben. Ja. En ja, we toch kijken van een tentje tweedehands, hebben we goedkoop de kop kunnen tikken. Ja, dan een slaapzakje, een luchtbedje en dan komt er al. Want jullie vertrekken de 29e, hoe lang is het rijden? 22 dagen in totaal. 22 dagen? Ja, 22 dagen. Het is, we vertrekken uit Engelen bij Den Bosch en zo gaan we richting het zuiden van Europa en steken wij bij Gibraltar steken wij over naar Marokko op de boot. Dan is Marokko, de westelijke Sahara, Mauritanië, Senegal en dan uiteindelijk Gambia. Zo, en staan jullie ook met elkaar in verbinding? Dat iemand zegt bij de kerk linksaf? Of? Ja, we hebben gewoon zo'n 227 MC-bakje hier geïnstalleerd. We hebben ook een mooie antenne tot de maan. Aha. Dus, komt er eens in. En dan kunnen we gewoon met elkaar communiceren als de verbinding of bereik wegvalt met de telefoon. Dan kunnen we toch altijd zeggen van, goh, wij zijn aan het tanken of wij zijn daar. Van, dan rijden we weer even samen of zoiets. Dat je toch altijd elkaar kunt bereiken. En het zijn natuurlijk geen geasfalteerde wegen overal. Nee, er zijn vrij veel onverharde wegen. Ja, gewoon zandlicht. Maar dat is voor deze auto geen probleem met zijn vierwielaandrijving. Dus komen we wel doorheen, maar ze zeggen ook wel dat er diepe kuilen in de wegen zitten, dat dat niet zo is zoals het hier is. Ja. Oh. Dus dat wordt nog spannend. Zeeziek? Ja, misschien wel. Wat is het goede doel? Om educatie te brengen aan de scholieren in Gambia. Om hun autotechniek en sommigen die gaan verpleegsters gaan mee, om dan hun te leren over het vak wat ze studeren. Om dat uit te brengen, kennis mee te delen. Ja, en om ook die auto te doneren en nog veel meer andere spullen. Bijvoorbeeld alles wat we niet mee terug kunnen nemen, blijft daar. En gereedschappen en auto-onderdelen, de auto zelf. Die kunnen we ook niet mee terugnemen. Die past niet in het koffer. Nee. Dus, en dan hebben jullie getwijfeld, want het is toch wel een heel beslissing. Dan kom je thuis en zeg je, ma, ik ga naar Gambia. Het rijmt nog ook. Nee, er was helemaal geen twijfel. Ik werd door Yuri 1,5 jaar geleden opgebeld. En die vroeg of ik graag mee wou gaan. En, maar je belt hem op, wat is dan de vraag? Ja, heb je zin om mee te doen naar Go for Africa, om daar keuzedeel te pakken? Ja, Jordi was eigenlijk meteen enthousiast, want hij was enthousiast toen daarover verteld werd een beetje. En toen zei hij van ja, dat moeten we gewoon doen. En toen zijn we een beetje gaan verdiepen. Dan hebben we nog een begeleider dan op school, die legt ons een en ander uit. En toen zijn we langzaam van start gegaan. Ja, en ik denk dan Gambia, als ik dan aan zijn moeder denk je, is dat niet gevaarlijk? Nee, het is totaal niet gevaarlijk. Het is natuurlijk wel nog steeds een ontwikkelingsland. Maar ik bedoel, voor je daar bent, kom je ook in andere landen. Kom je dan moeilijke landen tegen waarvan je denkt... Ja, bijvoorbeeld Mauritanië, ja, daar krijgen we gewoon politiebegeleiding. Dan rijden we eigenlijk met... Serieus? Ja, we krijgen voor en achter komt gewoon een politieauto. Maar dan rijden we ook met alle auto's rijden we gewoon achter elkaar. Maar dan denk ik echt aan, als één auto wil moet tanken, ja, dan moet heel de groep stoppen.
dat niemand achterblijft of alleen komt te staan. Dat gewoon ja, als een auto stukken krijgt, ja, dan moet hij ook eigenlijk zo snel mogelijk gewoon op sleeptouw. En dan, ja, dan iemand, iemand vindt die hem kan maken. Ja. Ja. Ja, gelukkig zijn die heel dichtbij. Nou, nogmaals, veel plezier, man. Hartstikke goed initiatief. Het goed komen, dankjewel.